Hi, Oké, dat is natuurlijk een grap. Ik ga nu bellen met het meisje waar ik echt mee ben. We gaan uitleggen hoe we elkaar ontmoet hebben. We praten over wat we nou voor elkaar voelen. Hoe we nou in het leven staan en wat we gaan doen. Dus ik ga bellen. hallo. Hey, lieverd. Hi, schat. Hoe gaat het? Ja, goed. En met jou? Ja, ook goed. Nou, dan mogen we het eindelijk zeggen, hè, dat we met elkaar zijn. Oh, eindelijk. Ja, hoef je niet meer stiekem te doen. Nee. Nou, maar ik denk dat het wel leuk is als we een beetje vertellen hoe wij elkaar ontmoet hebben en hoe we. Even zo, even die camera een beetje goed doen. Zo. Maar ik denk dat het wel leuk is Ja. als wij een beetje vertellen hoe we elkaar ontmoet hebben en hoe we nou in het leven staan met elkaar, zeg maar. Dus ja, dat is wel grappig, denk ik. Wat zeg je? Sowieso de reunie. Ja. Nou ja, als jij nou begint met vertellen hoe het tijdens de reunie was, want het is wel een grappig verhaal. Oh ja, tuurlijk. Ja, nou, tijdens de reunie hadden we eigenlijk totaal geen oog voor elkaar. Tenminste, ik heb jou halverwege wel, ik denk 2 keer of zo aangekeken. Dat ik wel iets dacht van, oh, ik vind het wel leuk om hem nog even te spreken. Maar jij had echt zoiets van, nee, dit is een zooimeisje, hier gaan we niet mee Nee. praten. Ik ben echt super irritant als het daarom gaat, joh. Dat is echt. Nou, weet je wat? Die meiden zijn toch niks voor mij. Daar ga ik niks mee doen. Ik vind het wel prima. Nou, dat dus. En toen ging jij weg op een gegeven moment. Jij ging met een vriend mee nog de stad in. Ja. Even wat drinken. Goed, dat had ik ook al een beetje half meegekregen. Maar toen dacht ik ook van, oh, nou ja, goed. Weet je, Ja, zie ik Sander wel weer. die haalde mij Weer. op. Die zegt: Je bent in Nederland, joh, ik kom eraan en wij gaan bier drinken in Amersfoort. Ik zeg: Ah, dat is goed, dat is een goed idee. Toen ben ik nog met mensen ook even de stad in gegaan. En wij zaten eigenlijk een beetje te zoeken van, oh, waar gaan we terras op? Toen het eerste terrasje niet, zei ik van, ik weet niet, ik had een heel sterk gevoel van, nee, we moeten gewoon doorlopen. Tweede keer ook, nee, we moeten gewoon doorlopen. En de derde zei ik van, oh, laten we dan hier gaan zitten. Nou ja, en toen gingen we dus blijkbaar naast jou zitten, totaal niet gezien. En toen zijn we eigenlijk aan de praat geraakt en gewoon niet meer gestopt met praten. Nee, dat was echt mooi, hè? Dat is. Ja. Want jullie kwamen er zo aan en toen was het. Hey, dat is Bram. En ja, dat was wel grappig. En toen had ik zoiets van: Ah, ik vind het wel goed. Het is wel leuk als ze erbij zitten, maar oké. Maar ik wist ook bijvoorbeeld helemaal niet dat jij met de paardenmanege had gewerkt. Dat je in Zweden gewoond hebt. Dat je in Spanje bent bezig geweest met paarden en zo. Dus Ja. ja, dat wist ik allemaal niet. Dus daar was mijn interesse wel echt in gewekt in één keer. Ja, nee, zeker. Ja, toen hebben we eigenlijk de hele, nou ja, wat zeggen we, de hele nacht doorgepraat. Ja, sowieso, sowieso. En dat was ook mooi, want dat klikte dus best wel goed. En toen zei ik tegen jou van, nou, het zou leuk zijn als je een keer bij mij langskomt. Beetje op de boerderij bezig. En een week later was je er. Ja, ik was toevallig vrij die week van werk. Dus toen was het zo van, ja, als ik het nu niet doe, dan weet ik veel. Misschien verwater ik dan of zo. En wil het gewoon uitzoeken. Dus ja, toen gewoon gegaan. Ik heb het vliegtuig gepakt en naar je toe gekomen. Ja, maar dat was wel erg leuk. Het was een perfect toevallig, hè, dat je ook gewoon kon. Dat is dat we gewoon precies, ja, gewoon precies allebei konden, allebei vrij waren. Dus dat was Ja, gewoon wel. af. Dat we elkaar ontmoet hebben, Ja. zoiets. Of Ja, een week. een week ongeveer, ja. Ja, nou ja, goed. En je hebt natuurlijk wel een beetje verwachtingen, maar ik probeer dat wel een beetje los te laten voordat ik naar jou toe kwam. Maar eigenlijk, ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we heel erg verliefd zijn geworden. Ja, sowieso. Ja. Ja, dat was wel ook wel gek voor mij natuurlijk, omdat ik zei van, joh, ik wil even een beetje rustig aandoen. Ja, Ja. en ja, dan kom jij op mijn pad. Het is echt, het is voor mij ook best wel bijzonder, want ja, weet je, je bent hier dus een week geweest eerst. En nou, je draaide eigenlijk prima direct mee op de boerderij. Je deed je dingetjes wel. Je had gewoon, je kon heel goed meehelpen met de schapen bijvoorbeeld. Je deed hier op het terrein deed je gewoon gelijk je eigen dingetjes. Volgens mij voelde je je wel heel erg thuis. Ja, het ging allemaal heel natuurlijk eigenlijk. Gewoon alles, ja, ook hoe het tussen ons allemaal gaat. Gewoon heel erg. Nee. Wat je zegt, dat we eigenlijk een beetje ons eigen dingetje doen en dan zoeken we elkaar weer op. En dat is eigenlijk zo'n fijne dynamiek. Ja, een beetje zelfde humor. Ja, ook dat. Ja, we kunnen echt goed met elkaar lachen ook. Dat is ook heel erg prettig. Ja, zeker. Ja. Nee, dat is super leuk. En
Ja, gaan we wel wat over de toekomst zeggen of niet? Ja, dat kan toch? Nee. Maakt niet uit, ja. Ja, nee, ja, gewoon dat ik over een maand wel naar jou toe kom. Ja, de planning is natuurlijk dat. Want jij zit nog een beetje met persoonlijke dingen van je moeder en zo, toch? Die wordt geopereerd. Dus daar ligt het nog een beetje aan. Ja. Maar goed, als dat allemaal goed gaat en oké is, of er gebeurt op een ander tijdstip, wat dan ook. Ja, dan is het de bedoeling dat je hier einde van de maand natuurlijk heen komt en je hebt alleen maar een heenticket. Ja, we gaan het zien. Ja, misschien ben je me wel helemaal flauw na een week. Nou, dat boek ook zo weer terug hoor. Ja, precies. Maar dat is ook het mooie van die periode. Kijk, hier is het dan ook lekker rustig op de boerderij en zo. Dus dan heb je ook echt tijd voor elkaar. En dan kunnen we gewoon kijken of dat echt. Ja, Ja. hoe dat is om echt samen te wonen. Weet je wel? Een weekje is natuurlijk kort. En dat was heel erg super. Dat was echt, ja, fantastisch. Gewoon met ons tweeën. Maar we willen gewoon verder ook ontdekken hoe dat is als je langere tijd samen bent. En dan is het fijn als je daar gewoon de tijd voor hebt. Ja. En ook niet meer stiekem hoeven doen tegen gasten. Nee, precies. Wat een gedoe, hè? Ja, nee, Esra die slaapt in een huisje daar. Helemaal geen probleem. Dan ging ik met mijn zaklamp daarheen. En deed ik daar mijn zaklamp aan. En dan sneakte ik naar jou toe. Ja, mooi, hè? Nou ja, wat zeg grappig. Ja, zeg leuk. Dus we gaan het zien wat de toekomst ons brengt. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Dat gaan we uitzoeken in ieder geval. Ja, ah, komt helemaal goed. Ik weet het zeker. Oké, ik ook. Nou, ik ben blij dat nou een beetje zo de wereld uit is. En ik hoop dat iedereen daar ook een beetje tevreden mee is. Dan kunnen wij ook gewoon ons leven weer leiden. En dan. Zeker. En ik hoop, dan zie ik jou over een paar weken alweer. Ja, helemaal goed. Ik zie je. Ja, tot dan, lieverd. Sorry, schat. Doei. Bye bye. Zo, en dat was Esra dus. De geruchten waren waar, inderdaad. Dat ik met haar wat heb. En ja, we gaan het kijken. We gaan zien hoe het voortgaat. Maar ik heb er heel veel zin in ieder geval. En maak jullie geen zorgen voor de vaste trouwe kijkers. De moestuinvlogs en de boerderijvlogs gaan gewoon door op zondag. Dit is ook het laatste juice dingetje wat ik doe. Dus maak je vooral geen zorgen. Vanaf zondag gewoon weer netjes boerderijvlogs. Ik maak saus deze week. En ik ga nog een heleboel andere dingen doen die heel erg leuk zijn. Dus no worries. Dit was het laatste van B&B. Wat wel leuk is, is dat Esra dus volgende maand hierheen komt. En waarschijnlijk gaat zij dus ook mee in de vlogs. Want het zou echt heel erg irritant zijn als ik haar er niet in wil doen. En het leuke ervan is, Esra vindt het ook gewoon leuk om in die vlogs te komen. Dus het blijft hoofdzakelijk natuurlijk voor mij. Maar Esra gaat wel een rol spelen. Die gaat zeker meehelpen. Ze gaat zeker dingen doen. Misschien gaat ze wel een keer filmen. Misschien gaat ze ook weer zelf een keer in beeld. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ik denk dat het super leuk is voor de dynamiek ook van de video's. En gewoon het leven met iemand samen op de boerderij laten zien en hoe dat gaat. Maar vooral van de boerderij. Geen persoonlijke dingen. Gewoon alleen maar boerderijwerk. Dus ik denk dat het heel erg leuk gaat zijn. Want er is er lekker veel dynamiek. Dus iets om naar uit te kijken. En ik hoop jullie zondag weer te zien.